kijken en je weet nog niet wat Legends of Gaming is? Geen probleem, ik ga het je even snel kort uitleggen. Legends of Gaming is een kanaal op YouTube waar een 8 verschillende YouTubers / Legends tegen elkaar strijden om te bepalen wie de echte Legend is van dit seizoen. Maar daarnaast heb je ook een mystery guy genaamd de Ledge. En laat ik nou in dit geval de Ledge zijn van dit seizoen. A.k.a. seizoen 3. En in deze video ga ik jullie daar dus alles over vertellen hoe mijn ervaring was om de Ledge te zijn, om de mystery guy te zijn en hoe dat nou precies in zijn werking is gegaan. Mocht je Legends of Gaming nou niet kennen, check dan even het linkje in de beschrijving, dan kan je alle video's zien, waaronder ook de Ledge video's, wat ik dus speel. En dan veel kijkplezier. Ja. Wie had dat gedacht? Oh, de winnaar van de Film Award. Moet je kijken. Dit prachtige ding. En deze man was gewoon de Ledge van seizoen 3. Ik geloof het zelf ook nog niet, maar het is toch echt waar? Ja, het voelt wel raar om dit seizoen de Ledge te zijn, terwijl ik vorig jaar de Film Award heb gewonnen. Ik ben benieuwd. En wees eerlijk. Wie van jullie kijkers dacht nou dat ik de Ledge was? En dan niet gaan liegen, hè? Want ik heb zelf ook de comments onder de video's allemaal gecheckt. En er was er bijna niemand die dacht dat ik het was. Dus het kan niet zijn dat nou in één keer 1000 comments komen met ja, ik dacht het al hoor, ik wist het wel, ja. Maar dan komt de vraag, hoe was het nou om de Ledge te zijn dit seizoen? Jullie hebben het waarschijnlijk al een beetje gezien of gehoord bij de live show, maar ik ga jullie even iets meer details geven. Als in hoe het nou precies in zijn werking is gegaan. Laten we beginnen bij het begin. Het begon allemaal op een mooie maandagmiddag, totdat ik in één keer werd gebeld. Dus ik keek op mijn telefoon en ik zag dat het Legends of Gaming was. Dus ik dacht, oh hey, what's up yo? En toen hebben we uiteindelijk nog even wat verder gepraat en toen kwam het erop neer van yo, hey, wat vind jij er nou van om de Ledge te zijn van seizoen 3? En ik weet nog wel, toen viel het heel even stil. Omdat ik even mindfuck was van yo, Niels, je weet dat ik de vorige keer de Film Award heb gewonnen, right? Are you sure? En toen hebben we uiteindelijk nog wat verder gepraat en zei ik tegen van oké, weet je wat, laten we er heel even over nadenken, oké? En het was ook letterlijk heel even nadenken. Want echt na een kwartier of zo stuurde ik hem meteen even van yo, oké, let's go, let's do it. We gonna do this shit! What I mean, ook is mijn gezicht en zo niet de hele tijd zichtbaar in de video's. Hoe vet is het gewoon om je vrienden keihard in te maken, zonder dat ze weten dat jij het bent. En pas aan het einde van het seizoen erachter komen dat ze fucking hard zijn ingemaakt door de persoon die de Film Award vorig jaar heeft gewonnen. I mean, dat is best wel een vet iets, toch? Dus ik dacht, yeah, fuck it, we gaan het gewoon doen. Want ik heb tenminste wel vorig jaar de Film Award gewonnen. Alleen het ding bij mij is wel, als ik mijn masker op heb en me dus kan focussen op de game, en mij niet zozeer hoef te focussen op entertainment, dan kan ik nog best wel goed zijn in games. Omdat meestal het nadeel bij mij is dat winnen in een game mij op zich niet zo heel veel boeit, normaal gesproken. Omdat ik me meer focus op het fun hebben en de entertainment en al dat soort shit. Maar doordat ik de Ledge was, had ik geen andere keuze, dus moest ik mij wel focussen op het inmaken van die guys. En ik zeg jullie eerlijk, het is fucking leuk, maar ook echt super spannend. Omdat stel, ik word in één keer wel door alle guys ingemaakt, dus yeah, oké, dat is fucked up. Maar gelukkig is dat dus allemaal goed gekomen. Maar laten we weer even verder gaan met waar ik was gebleven. Ik had dus dat belletje gehad en vervolgens hebben we een afspraak gemaakt om even te kijken hoe het pak zit en of het pak goed is, et cetera. Want ik moet natuurlijk wel comfortabel in dat pak kunnen zitten. Want als mijn armen niet goed kunnen bewegen of mijn handpalm kan ik heel slecht bewegen, ja, dan is dat heel kut met gamen. Dus ben ik helemaal naar de studio's gegaan om voor het allereerst pak te zien. En mijn eerste reactie op de pak was echt, damn, yeah, dit pak is 10 keer vetter dan het pak van vorig jaar. Holy shit. You did a good job. Dus het pak was helemaal goed. Er moesten alleen een paar kleine mini aanpassingjes komen. Maar voor de rest was het helemaal perfect. Dus dan komen we aan op de dag voor de opnames. Want de dag voor de opnames ben ik ook even naar de studio's gegaan om alles even goed door te nemen. Als in hoe ik moet opkomen, de plek waar ik moet staan, games die we gaan spelen en op locatie even kijken met de helm op of ik goed de game kan zien. Of dat er met het beeldscherm een paar aanpassingen moeten gebeuren waardoor ik wel goed door de bril heen kan kijken en alles goed kan zien op het scherm. Omdat het nadeel is met die bril op. Wacht, zeg ik nou bril? Ik wil helm. Maar het nadeel met die helm op is dat donkere dingen op het scherm heel slecht zichtbaar zijn. Dus games als GTA zijn echt een pain in the ass. Omdat dat er soms nogal donker uit kan zien. Maar gelukkig is dat ook allemaal goed gekomen. Dus dan hebben we de voorbereidingsdag gehad. Dat is helemaal soepel verlopen, alles was perfect. En dan komen we aan op de opnamedag. Hoe de fuck kom ik van mijn huis op de locatie zonder dat hun mij zien? Ja, dat was nogal lastig. Ik had soms echt 3 of 4 mensen nodig die met elkaar aan het appen waren van oké, ja, nu kan het. Of mensen die op de wacht stonden om te kijken of het veilig was voor mij om langs te lopen. Dat was leuk en dat was zo ontzettend spannend. Want ze hoeven mij maar 1 keer te zien op die locatie en iedereen wist dan waarschijnlijk dat ik de Ledge was. Maar dat is gelukkig ook allemaal goed gekomen. Want mijn auto had ik ook in een hele andere parkeergarage gezet om dus veilig naar de juiste locatie te komen. En een van de nadelen van die garage was is dat ik schade aan mijn auto heb gereden. Ja.
Dus voor de mensen die nog weten dat ik een keer op Instagram heb gepost dat ik schade aan mijn auto had gereden, dat was dus op een van die opnamedagen, ja. Ik reed namelijk uit de parkeergarage, maar ik had nog zoveel spanning in me dat ik niet heel erg goed oplette. En wat er dus gebeurde was, mijn auto stond heel dicht naast een paal in die garage. Dus ik rijd weg en moet vervolgens een bocht nemen, zonder erbij na te denken dat die paal daar stond, waardoor de zijkant van mijn auto recht langs die paal gaat. Waardoor ik nu dus een soort deukkras best wel flink op mijn auto heb. Ja, dat moment zal ik nooit meer vergeten. Maar hey Log, als ik dit bij jullie kan declareren, let me know, you know. Ja, nee, ja. Ja, dat was mijn eigen fout. Kut. Dus uiteindelijk was ik veilig in het pand aangekomen. En werden mijn handen heel mooi ingesmeerd met zwarte pietensmink. En kreeg ik ook hele mooie zwarte nagellak op. Dus vervolgens waren mijn handen helemaal gesminkt en moest ik het hele pak weer aandoen. Wat verbazingwekkend nog helemaal niet zo heel kut zat. Behalve als je in een verkeerde stoel zat, omdat je zeg maar van die spikes op je rug hebt en dan probeert te zitten en dan... Ja, dat was kut. Dus op de dagen van de opnames was het niet kapot warm. Dus dat werkte ook nog eens in mijn voordeel. Want anders zweet je echt helemaal de kloot in dat pak. Dus ja, over het pak heb ik eigenlijk niks te klagen. Dat zat prima. Want wat ook een dingetje is, en dat is vooral heel erg mentaal als je de ledge bent, is dat jij weet dat je in dat pak zit. Alleen anderen weten niet dat jij in dat pak zit. En voor die mensen kan iedereen in dat pak zitten. Dus wat ik in het begin vooral heel erg had toen ik in dat pak zat, was dat ik heel onzeker was de eerste keer dat ik de guys zag. Omdat ik zie bijna wel wekelijks één van die guys. En dan ga je toch heel erg twijfelen aan de bewegingen die je maakt en hoe je loopt. Maar goed, de eerste opname ging bijna beginnen. En de ledges hadden nog geen idee dat de ledge op dat moment zou komen. Omdat die dag daarvoor hadden we een Rikt-opname. Dus het zou zo kunnen dat er in één keer weer iemand anders langs komt. Want hun werden namelijk door de regie op de plek gezet waar ze moesten zitten. Alleen er werd er niet verteld wat er ging gebeuren. Dus terwijl dat allemaal gebeurde, zat ik echt al een kwartier of half uur lang achter die ledwand te wachten totdat hun ready waren. En toen kwam eindelijk het moment dat ik kon lopen en mezelf kon laten zien als de ledge. En het voelde fucking vet. I mean, jij staat letterlijk voor je vriendengroep. Alleen je vriendengroep weet niet dat jij in dat pak zit. Ja, I don't know, man. Het blijft best wel een vet iets gewoon ofzo. Dus vervolgens hebben we 4 games gespeeld en de opnames zaten erop. Alleen ik zat nog op mijn stoel te wachten totdat ik werd meegenomen naar een veilige locatie. Waar ik het pak weer uit kon doen en mijn cup eraf kon halen, et cetera. Alleen toen de opnames er dus op zaten en ik zat te wachten, zag ik Roy heel erg naar me kijken. En vervolgens hoorde ik hem zeggen, hij heeft een bril! En toen dacht ik bij mezelf, kut! Fuck, nee, Roy, waarom? Waarom moet je er nou weer opvallen? Nee, I fucked up. Maar dat was niet wat je aan me zag qua lichaamshouding, want ik zat er gewoon in mijn pak, gewoon recht vooruit te kijken. En letterlijk wat ik net deed, te denken in mijn hoofd. Want ja, ik mag niks schreeuwen of zeggen of doen of wat dan ook, omdat dan hebben ze me door. Oh, en dat was best wel een lastig iets voor niks mogen zeggen. Alhoewel, dat viel eigenlijk ook wel mee nu ik er zo over nadenk. Aangezien voor some reason focuste ik me echt op de game. En toen ik later het soundboard had, probeerde ik ook nog een beetje grappig te doen door te memen en al dat soort shit. Dus eigenlijk was daar meer mijn focus op dan op de focus van de guys die grappig aan het doen waren. Voor some reason ging dat het ene oor erin en het andere oor weer uit. Wat tof was, want toen ik de video's terugkeek, zat ik echt van, hoe heb ik hier niet om gelachen? Well done Pascal, well done, good job. Maar de eerste opnames zaten er dus op en wou ik dus naar huis gaan. Alleen de jongens waren nog aan het lunchen. Dus ja, dat was heel erg leuk om naar huis te gaan. Ze zijn echt leuk. Zal ik als we voorop lopen? Ja, om te checken. Ja? Oké, okay, ja. Dan gaan wij daar achteraan. Oké, okay, laten we gaan. Maar hier kwamen ze dus vandaan, hè? Hier. Ja. Motherfuckers dat zijn. Dus ja, het werd lastig om naar huis te gaan. Maar dan komt het leuke. Of nou, heel leuk was het eigenlijk ook weer niet. Ik dacht daarna had ik Rage Cage opnames. Alleen ik had niet alleen met Harm Rage Cage opnames. Want Don en Jeremy hadden na ons opa verteld opnames. En ik had mijn camera dus nog mee. Met alle behind the scenes van de ledge opnames van die dag daarvoor. En ja, die had ik dus in de lunchkamer neergelegd. Zonder erbij na te denken dat Jeremy en Don na ons opnames hadden. En dus ook in die lunchroom komen. Dus ik kom vervolgens thuis en ik zie in één keer dit beeld op mijn camera staan. Abonneer op mijn kanaal. God dang it, Jeremy. Dus nadat de reveal van de ledge is geweest, vroeg ik nog aan Jeremy van, yo, toen met Rage Cage en zo en opa het verteld, had je toen in mijn camera gekeken of niet? Want je hebt een bestand opgenomen, maar ik weet nog niet of je nou ook in mijn camera bestanden hebt gekeken van, om te kijken van wie is deze camera, you know? En Jeremy vertelde mij dus dat hij daar niet in heeft gekeken en dat hij gewoon letterlijk de camera heeft gepakt, aan heeft gedrukt en heeft opgenomen en that's it. Dus ik heb voor de reveal best wel erg lopen panieken, omdat ik dat beeld van Jeremy op mijn camera zag en dacht van, nee, kut, hij heeft sowieso alles gezien. Hij heeft sowieso gezien dat ik de ledge was, want die beeld die stond op mijn camera. Kut! Maar ja, blijkbaar was dat paniek helemaal niet nodig, want hij heeft dus helemaal niks gezien en uiteindelijk wist dus helemaal niemand van de Legends dat ik de ledge was. Er waren wel een beetje speculaties en zo, maar niemand wist echt dat ik de ledge was. En je denkt echt letterlijk bij alles van, kut, straks hebben ze me door. Terwijl dat eigenlijk reuze meevalt. Dus, dan komen we uiteindelijk aan op de laatste opnamedag. En dat was best wel leuk, want die dag daarvoor kreeg ik gewoon een hotel. Alleen ik was al best wel vroeg in het hotel, omdat die dag voor de opnames had ik een afspraak gemaakt om deze tattoo te zetten. En dat heb ik specifiek de dag voor de opnames
opnames gepland. Zodat ik die dag nog even Insta-stories kan maken van yo, check, ik ben een tattoo aan het zetten. En dat de dag van de opnames online kan zetten op mijn Instagram. Zodat als de guys mijn stories keken, zo is altijd van, oh wacht, maar Pascal kan het helemaal niet zijn, want hij is nu een tattoo aan het zetten. En hij kan niet een tattoo nu aan het zetten zijn en de ledge zijn. Dus oké. Pascal is het niet. En zo is dat ik trouwens ook de dag daarvoor gedaan. Maar dat werkte dus ook heel erg goed. Dus dit is een tip voor mocht er volgend jaar weer een ledge zijn. Zorg er gewoon voor dat je ze voor de gek kan houden. Maar ik was dus al heel vroeg in het hotel. En diezelfde dag hadden die guys ook al opnames. En in die avond ging ik nog even langs om alles weer even door te nemen. Zodat dat de dag van de opnames niet meer hoeft. Maar omdat ik er zo vroeg in mijn hotel was. En ik eigenlijk niks had te doen. Besloot ik om in mijn eentje naar de film te gaan. Film aan het kijken. Ik weet niet meer welke taal was, Spaans of Turks of zo. Maar ik zat in ieder geval in mijn eentje in die zaal. En de film was in een andere taal. En ik verstond er geen ene klote van, behalve dat ik de ondertiteling kon lezen. En ja, daar zat ik dan in mijn eentje in de bioscoop. Puur om mijn tijd te vullen. Ja, dat zal ik nooit meer vergeten. Ja. En toen was dus eindelijk de laatste dag van de ledge-opnames. En ik ben nog nooit zo blij en ontlucht of hoe noem je dat? Ik was gewoon heel erg blij die dag. Omdat ik hoefde eindelijk niet meer te liegen tegen mijn vrienden. En ik kon gewoon tegen ze zeggen van, yo, bitches, ik ben een ledge. Ik heb jullie allemaal ingemaakt. Ja, ik denk toch echt dat dat legit een van de tofste momenten uit mijn leven is geweest. Het klinkt misschien heel raar. Maar het voelt gewoon weer zo goed om eerlijk te zijn tegen je vrienden. En gewoon niet meer dingen voor je hoeft te houden. Behalve voor jullie dan, want ik moest nog een maand dit allemaal voor me houden voor jullie. Dus het spijt me daarvoor. Ik hoop niet dat jullie boos zijn op me, please. En ja, dit was dus mijn ervaring om dit seizoen de ledge te zijn. Holy shit, wat was dat vet. Mocht er volgend jaar weer een ledge zijn, ik wens je heel veel succes. Ik vond het zelf in ieder geval echt fucking leuk om te doen. En ik zeg jullie ook eerlijk, de regie van Legends of Gaming zijn echt fucking helden. Dus ook even een dikke shout-out aan jullie. Goed, dan denk ik dat ik wel genoeg heb geluld voor nu. Dan bedankt jullie in ieder geval voor het kijken. En mocht je nog vragen hebben, laat het gewoon even weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog op deze video. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Kappa Diep, kappa!